Hoi allemaal, ik ben weer in de dierentuin voor een nieuwe challenge, voor een nieuwe vlog. En hopelijk om vandaag weer een punt te verdienen. Nou ja, zullen jullie ze zien, misschien herkennen jullie het wel. Ik sta weer in het apenverblijf. Daar moet ik naartoe komen om daar met Annemarie de nieuwe vlog te maken. Dat betekent dat we sowieso iets met apen gaan doen. Maar ik weet nog totaal niet wat, want Annemarie heeft een vlog, dus daar ga ik nu naartoe. Goeiedag. Ja, dag, hi. Je bent er weer. Ik ben er weer. Ik geloof dat wij samen vandaag iets heel leuks gaan doen. Ik hoorde dat jij een vlog voor me hebt. Ja. Met de nieuwe opdracht van vandaag. Inderdaad. Ik ga hem ook zeggen. De challenge is of ik harder kan roepen dan een siamang. Dat is dus de challenge. Ik weet van de vlog van Shanne dat een siamang ontzettend veel kabaal maakt. Daarom hebben ze als het goed is hier ook koptelefoons hangen. Ja, het is aan mij de bedoeling dat ik harder ga roepen en schreeuwen dan een siamang. We gaan aan de slag gaan proberen. Ik kan natuurlijk meteen eventjes kijken. Annemarie kennen ze, maar mij kennen ze natuurlijk nog niet. Als je heel goed kijkt, zie je daar zelfs een jonge siamang op de buik van de moeder. Ja, ik zei het al, ik zie al een kleine siamang daar op de buik van de moeder. Maakt die ook al zoveel kabaal? Of? Nou, nog niet zoveel, maar hij begint al wel een beetje te ontwikkelen. Waarom maken ze zoveel kabaal? Nou, er zijn meerdere redenen waarom de siamangs geluid maken. Ja. Eén daarvan is dat ze als paartje, normaal gesproken leven ze natuurlijk in de toppen van de bomen. Dicht bladerdak en je wil dat communiceren met je partner. Zou je niet zo heel hard hoeven te schreeuwen, dan kan ook gewoon iets dichter bij elkaar, of dat hoeft dan niet zo hard, want nee, je bent enigszins bij elkaar, want je hebt een eigen territorium. Maar dat geluid produceren ze ook om andere siamangs te laten weten, hey, dit is mijn gebied. Ja. Dus vandaar eigenlijk dat het behoorlijk hard klinkt. Maar heb je enig idee hoe hard dit klinkt? Nee, ik heb het dus inderdaad in de vlog van Shanna gehoord en ik hoor het als ik buiten het verblijf loop. Gewoon door de route van het park, dan weet ik precies waar de siamangs zich bevinden. Ja, je hoort het hard genoeg. Het hele park horen. Precies, ja. Dus het is ontzettend hard. Ja, eigenlijk zouden we dat gewoon even moeten gaan testen met een decibelmeter. Ja, dat is denk ik wel het leukste om dan dadelijk even te proberen. En dan eens even kijken of jij ook nog zo'n mooi geluid kan produceren. Ik heb inmiddels even mijn telefoon erbij gepakt. Daar heb ik een decibelmeter op geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat ik ga meten wat voor kabaal de siamangs maken. Ik kom er bijna niet bovenuit. We gaan dus eerst kijken hoeveel decibel de siamangs produceren. En daarna gaan we kijken of ik daar overheen kan komen. Als je goed onder dat bek kijkt, zie je een kleine keelzak. Zie je die zak een beetje zitten? Ja, ik zie de zak heel goed zitten, ja. Ja, en als ze dus die volume produceren, dan wordt die hele zak die wordt opgeblazen als een ballon. Dus dan wordt het één grote klankkas. En dat is ongeveer de grootte van een kokosnoot, blazen ze hem op. Dus dat is behoorlijk groot. We hebben het gemeten dat de siamang op 103 decibel uitkwam. Klopt dat een beetje met wat mijn telefoon aangeeft met wat jullie ook wel eens meten? Ja, we hebben ooit een officiële meter en toen hadden we 112 decibel. 112. 112 decibel. Dus misschien dat ze het me vandaag een beetje makkelijk hebben gemaakt. Ik denk dat ook wel, ja. Nou, dan ga ik mijn best doen om er overheen te komen. Nou, succes. Nou, we gaan het doen alsof ik echt een aapje ben. Dus ik ben hier in het verblijf van de siamangs gekropen. Ik kan hier, een beetje aan de touwen hangen en me een beetje gedragen als een siamang. En dan moet ik natuurlijk ook het kabaal maken van de siamang. Dus ik ga maar beginnen met gewoon een hele harde schreeuw. Om te kijken of ik over die siamang heen kan komen. Dus we pakken hem vast. En ik ga hier mijn voet neerzetten. En dan gaan we ons echt gedragen als siamang. Woe, 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 woe. Ja, Annemarie, ik zie jou nog steeds met een grote glimlach op je gezicht. Ja, het was echt hilarisch om te zien. Ja, dat dacht ik. Ik heb me als een aapje gedragen. Ik heb in de touwen gehangen. Ik heb het geprobeerd het geluid van de siamang na te doen. Nu keek ik op mijn telefoon. En weet jij nog wat de siamang voor een aantal decibellen had? Op jou vandaag 103. 103. Ik heb nu gekeken en de max staat op 104. Oh, 104? Dat doe je best netjes. Hij zat op 104, dus ik ben er 1 decibel boven gekomen. Nou, gefeliciteerd. Dus ik heb hem gewonnen van de siamang. Dus dat betekent voor mij 1 punt voor de challenge. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje, ik heb wel een beetje gesjoemeld. Eigenlijk wel. Want wij weten uit ervaring dat het 112 is. Precies. Ja. We weten uit ervaring dat het hoger is bij de siamangs normaal. En ik stond misschien ietsjes dichterbij het apparaat dan bij de siamangs. Ja. Maar goed.
al met al op papier. Ik wil je best feliciteren, hoor. Precies. Daar een goed gevoel bij krijgt. Nou, als ik blijf gedragen als een aap, denk ik dat het heel goed is om hiermee beloond te worden. Ja, vind ik best. Nou ja, inmiddels heb ik een schorre keel gekregen van het aantal keren oefenen. En ik heb mijn lachspieren getraind. Ja, jij hebt de lachspieren getraind en ik heb een schorre keel. Want we hebben natuurlijk wel een paar keer moeten repeteren om zo hard mogelijk geluid te produceren. Het is gelukt. En dat betekent dat we er voor vandaag klaar mee zijn. Dus dan is het ook het einde van de vlog. En vonden jullie dit nou leuk? Wat ik me eigenlijk niet kon voorstellen dat je het niet leuk kan vinden. Zorg dan even dat je op het duimpje omhoog klikt hier beneden. En dat je je abonneert op het kanaal. Zodat je elke week van deze toffe video's kan zien hier in de dierentuin. Annemarie, ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Oké, doei. Bye.